Directeur, de trainer is ontslagen. Waarom? Omdat wij niet meer het vertrouwen hadden dat hij als hoofdtrainer, dat John als hoofdtrainer bij ons een zeer negatieve en neerwaartse spiraal zou kunnen doorbreken. En wat is er dan veranderd ten opzichte van Fortuna? Nou, uiteindelijk een optelsom van 6 wedstrijden, 3 punten. En een uitschakeling in de beker tegen HHC. Ja, zaten we wel in een hele slechte fase. En ja, die willen op de een of andere manier, moeten wij die doorbreken. En was het vertrouwen bij ons niet meer aanwezig. De laatste keer sprak je echt over een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wat reken je dan echt met name John Lammers aan? Ja, ik vind dat wij in de hele ontwikkeling, teamontwikkeling, dat ik die op dit moment totaal niet zie. En uiteindelijk gaat het ook om punten voor Lijsbout. Dat is de doelstelling. Dat is een keiharde doelstelling. En als je 6 speelt, de laatste 6 speelt en je haalt 3 punten, dan ga je er uiteindelijk keihard uit. En dat moet doorbroken worden. Vind je de selectie wel goed genoeg om dat te doorbreken? Die vinden wij goed genoeg. En dit hebben we ook vanaf dag 1 gezamenlijk gedaan. En we hebben ook steeds gezamenlijk gezegd van dat we de selectie goed genoeg vinden. Maar goed, we gaan kijken straks ook richting een nieuwe hoofdtrainer. Wat voor een accenten die zou willen zetten en wat wij ook kunnen. Je zegt, je wilt iets doorbreken en dat gebeurt vaker in de voetballerij. En bij een aantal clubs werkt het wel, bij een aantal clubs werkt het niet. Snap je dat ik denk van, wat wordt er dan echt doorbroken? Omdat ook een heel groot deel van de staf wel blijft zitten. Ze werkt al nauw samen. Je zei dan, het was sowieso altijd heel nauw contact, gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wat wordt er echt doorbroken dan in jouw ogen? Nieuwe hoofdtrainer met een nieuw geluid, met een verfrissend idee. Daar zijn we naar op zoek. Leiderschap en die ook het team instrueert in de teamontwikkeling. Sorry. Hoe moeilijk was het besluit? Omdat jullie goed hebben samengewerkt. Ik kan me nog het beeld herinneren dat jullie schouder aan schouder stonden in Almelo in het centrum, kampioen geworden. Zeker. Het is ook heel erg moeilijk. Hè. Op menselijk vlak is het heel erg moeilijk. Maar goed, we zitten hier voor het belang van Heracles Almelo. En wij denken als directieteam ook dat dit besluit nu genomen moet worden om ook een kentering aan te brengen. Is het ook echt een besluit van de directie of is de staf daar ook in gekend? Nee, het is absoluut een directiebesluit. Vanochtend nam je afscheid, geloof ik, van de spelersgroep. Hoe is dat gegaan? Want ik las in een korte verklaring dat hij het er niet mee eens is. Ik heb niet het afscheid zelf meegemaakt wat hij heeft gehad met de spelers. Maar dat zal niet leuk zijn. En zoiets is natuurlijk altijd pijnlijk. Wat gaf hij bij jou aan dan? Want hij zag zelf nog wel echt, ook, ik sprak hem zondag, hij zag echt nog wel ook aanknopingspunten om het tijd te keren. Dat klopt, ja, dat heeft hij mij ook aangegeven. Ja, jij vindt van niet, want anders had je die beslissing niet genomen. Hoe nu verder? Ik probeer aan het eind van de middag, ik heb een aantal interviews te doen, een aantal mensen uitleg geven en vervolgens ga je kijken van oké, en nu? We zijn op zoek naar een trainer en dan ga ik daarmee aan de slag om dat ook zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. En het liefst vanaf 2 januari, wanneer we ons weer op gaan maken voor de tweede seizoenshelft. Ja, en wat moet die trainer dan met name in huis hebben, vind jij? Ik vind dat een stuk leiderschap, een stuk duidelijkheid in teamontwikkeling plaats moet vinden. En uiteindelijk moet dat met elkaar. Want het is ook weer een met elkaar, resulteert tot nieuw succes. Je gaat ook over de spelersgroep. Zie je daar ook noodzaak om veranderingen aan te brengen? Dat gaan wij bespreken, maar we hebben natuurlijk sowieso straks 2 jongens die vanuit een zware blessure weer terug gaan komen. En dat is natuurlijk altijd afwachten hoe ver die zijn en wat die kunnen brengen. Maar dat zijn voorafgaande aan het seizoen, met name Hornkamp van Lauwersen, wisten we natuurlijk. Maar Hornkamp was absoluut hier gehaald om basisspeler te zijn in de spits. Ja, en daarnaast gaan we kijken, en jullie weten ook, en daar zijn we ook lang mee bezig geweest, ten aanzien van de middenveldpositie, dat is ons in de zomer niet gelukt. Maar nogmaals, dit gaan wij bespreken, ook met de inzichten van wellicht een nieuwe trainer.
Ja, want kun je je voorstellen, kijk, ik heb er niet voor doorgeleerd, maar als ik naar deze selectie kijk, dan vind ik de huidige rangschikking nog niet eens zo heel erg gek. Los van het veldspel, hè, van de negatieve spiraal die er is. Maar zo slecht zijn de resultaten toch ook niet als je deze selectie ziet? De laatste 6 wedstrijden zijn wel enorm slecht. En dat is ook de teneur en die spraal waar ik het net over had, waar we op dit moment in zitten. Tot slot, de staf heb je gesproken, Hendrik Kruse gaat het voorlopig waarnemen. In hoeverre hebben jullie zelf ook in de spiegel gekeken, misschien wel tijdens het gesprek, want de gezamenlijke verantwoordelijkheid al een paar keer benoemd. Ik kan me voorstellen dat jullie zelf ook mede schuldig zijn aan dit huidige resultaat. Zeker weten, dat is ook zo. Maar wat kun je daar dan over zeggen? Want jullie hebben dat dan besproken, iedereen vindt dat dan. En dan is het dan een punt en door? Of? Nou, een punt en door, zo makkelijk is het niet. Dat kun je denk ik ook wel aan me zien. Maar, het maakt echt een aangeslagen indruk, merk ik. Het gaat hier over mensen en dat is natuurlijk hartstikke vervelend. En om zo'n besluit te nemen, dat is niet makkelijk. Maar wij vinden in het belang van Heracles dat moet gebeuren. En het voelt als een enorm verlies. En misschien wel de dikste nederlaag in dit seizoen. Kan ik me voorstellen. Heb je nog overwogen om nog meer te doorbreken? Door misschien nog meer opschudding te verzorgen in die staf? Of is dat misschien ook afhankelijk van de nieuwe hoofdtrainer? Dat heb ik niet overwogen, nee.